FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Spot ICT Oplossingen. Ik ben er opgegroeid samen met mijn moeder en mijn zusje. En ik vind het een heel mooi dorp. Mijn hele familie woont er nog, op een paar nichten na. Die zijn ook naar Amsterdam toe gegaan, maar ik had gewoon wat meer met de stad. Maar ik vind het altijd heel fijn om weer terug te gaan. Het is super mooi. Dat realiseer je ook steeds meer als je wat ouder wordt en er niet meer woont. Dat je echt denkt, wow, de dijk is eigenlijk best wel mooi, dat haventje. Nou ja, ik heb er natuurlijk gewoon heel lang, heel dicht in de buurt gewoond, het stadion. Maar ik heb een kleur oranje aangedaan. Ik dacht, het is toch een beetje FC Volendam. Maar verder was ik eigenlijk Ajax. Ja, en mijn neef heeft er natuurlijk wel gespeeld. Kees Kwakman heeft gespeeld bij FC Volendam. Dus dat vind ik altijd, dat is heel cool. Ja, omdat je er nog niet bent. Omdat er nog steeds, ik heb het idee, en ik spreek nu uit vrienden die ik heb gesproken, dat we juist weer een stap naar achter zijn gegaan in Nederland. Dat we juist weer conservatiever zijn geworden. Dat het lastiger is om op straat te lopen. Hand in hand, man, man, vrouw, vrouw. Of alles, hoe jij je identificeert. Dus dat is heel jammer. Dat mensen in elkaar worden geslagen voor wie ze zijn. En er zullen genoeg mensen zijn die nu denken van, nee joh, dat gebeurt allemaal niet meer. Maar het gebeurt wel. En echt nog heel veel. Wat er moet veranderen? God, als ik dat toch wist. Dat iedereen gewoon gelijk is. Dat daar niet anders over gedaan moet worden. Dat dat niet geaccepteerd moet worden. Maar dat dat gewoon normaal is. Dat je er niet eens over hoeft te praten. Dat je niet uit de kast hoeft te komen. Maar je bent, dat hoeft helemaal niet. Jij valt op mannen of op vrouwen of wat dan ook. Dat is al zo scheef. Dat je als je homoseksueel bent, dat je dan een soort van dat moet gaan uitschreeuwen. Hé, jongens, ik val dus op mannen. Ja, ik denk dat er ook gewoon een paar mensen moeten opstaan in die scene die gewoon moeten zeggen, joh, waar de fuck zijn we in godsnaam mee bezig? Ik was aan het varen met de Gay Pride met een vlag die nu ook zo mooi op de tenue zit. En er kwamen dus inderdaad hooligans langs van Ajax. En die waren gewoon letterlijk ons aan het uitschelden. Ja, dat je echt denkt, wat? Maar goed, ik heb wel het idee, misschien wel door dingen zoals nu dit en dan zo'n tenue, weet je, dat er wel steeds meer dingen aan gedaan worden. Eigenlijk wil je de hele voetbalscene een boodschap meegeven. En dat is iets wat mijn oma, mijn oortje dus, heeft gezegd. Behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden. Dus behandel iedereen gelijk. Oortje was een hele slimme vrouw. Alle mensen die buiten Volendam denken wel, maar Oortje. Oortje is oma. Ja. Oh ja. Oh, dit vind ik heel mooi. Dit is een goed FC Volendam logo, hè? Leuk. Ja, goed shirt. Mooi. Ik ben trots op FC Volendam. Ja, en ik hoor ook, dit is de eerste club toch? Of een van de eerste die dat beide partijen ook zo'n shirt dragen. Ja, het is heel goed. Heel goed. Wees hier maar een leider in. Ja, toch maar fan worden van FC Volendam in plaats van Ajax. Staat me goed, hè?